Nee, maar het is geen kwestie van uit verdragen te stappen. Het is kwestie om ook verdragen aan te passen aan deze tijden. Toen die verdragen werden gesloten, was er de digitale markt niet. Hadden we niet zoveel internet of the things waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Iemand betaalt altijd de prijs. Niks is gratis en niks is eigenlijk goedkoop. En u heeft het gezegd van ja, we moeten zien dat we met die leveringen, want het is de Belgische belastingbetaler die een stuk zal betalen. Ja. Maar anderzijds is het ook die goedkope producten die door al die internetaanbiedingen toekomen. Er zijn geen controles. En vooral ook geen controle op mensenrechten. Wat maakt dat producten bij ons duur zijn? Omdat wij minimale sociale rechten eisen voor de werkomstandigheden. Zowel voor de arbeiders als voor de omstandigheden. Totaal geen enkele verantwoordelijkheid, totaal geen enkele controle door wie, wat, in welke omstandigheden dat die producten worden aangemaakt. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.